Nieuwe wapens, nieuwe banden, er is weer van alles aan de hand in Fortnite en in deze video behandelen we met jullie alle nieuwe dingen binnen Fortnite. Ga er lekker goed voor zitten, pak er ook zeer zeker lekker wat popcorn bij, want hier komt de eerste, de gloednieuwe Mythic Recycler. Vorige week heeft natuurlijk Fortnite dit wapen al geïntroduceerd. Je kan hier eigenlijk materials mee opzuigen en het natuurlijk opzetten tot ammo. En als je nu de Witch bij de Spire killt, krijg je ook daadwerkelijk die Mythic Recycler. Ja, al met al, het is natuurlijk wel een grappig wapen, maar ja, hij is nou niet echt hoe je het noemt belachelijk sterk. Voor de een zou dit wapen super chill zijn en voor de ander, ja, die denkt, mwah, hier moet ik niet zoveel mee. Maar er is ook een nieuwe POI in de game. Jawel, elk gas station is omgetoverd in een Chunkers Custom. Dit is een soort upgrade van ja, de huidige gas stations. En in Kitty Corner staat de hoofd Chunkers Custom met ook een nieuwe POI genaamd Sparkplug. Sparkplug, ja, dat is eigenlijk een soort ja, mechanica personage. Ik vind het wel heel grappig. Ja, dat zij er nu ook in zit. Bij Sparkplug kan je ook hele handige upgrades doen. Zo kan je bij Sparkplug wel 8 mechanical parts krijgen en ook je wapens upgraden. Echt super handig ook met crafting en ook heel erg toepasbaar bij de volgende nieuwe update. Ja ja, de nieuwe car customizations zijn er, de banden voor de 4x4. Je kan nu de nieuwe off-road tires vinden en deze kan je onder je auto plakken eigenlijk. Hierdoor kan je auto eigenlijk makkelijker ook over de wild terrain. Nu het waarschijnlijk zo wordt dat de wild terrain gaat uitbreiden, zijn deze banden gewoon super cruciaal. Nadat ze over elk terrein goed toepasbaar zijn, zijn ze ook heel erg goed voor het roteren. Maar ja, deze belangrijke autobandverandering is niet alles. Er zijn nog veel meer vette veranderingen. Er is namelijk nog een belangrijke wapenupdate. Er kan geen Mythic Primal Shotgun meer verkregen worden in de game. En dat is voor noobs zoals onder andere ik echt een hele opluchting. Maar nu even verder bij een belangrijke update bij de Spire. Hierbij zou een belangrijke update komen die te horen zou zijn in de laatste Voice Reality log van Jonesy. Ik ga hem nu eventjes aan jullie laten horen en hij klinkt als volgt. Nou ja, deze voice memo zorgde eigenlijk voor heel veel onduidelijkheid. Wat wordt er nu precies gezegd? Maar daar heeft Fortnite deze week een belangrijke update bij gegeven. Als je alle challenges voltooit, kom je bij Raz. En Raz die gaat jou introduceren aan een nieuw wapen wat in de maak is. En het is een soort gigantische boor. Volgens nog een quest moet je de boor dan op een van de I.O. towers plaatsen. En als je zo'n boor erop plaatst, komt het volgende geluid. Voor de mensen die het goed gehoord hebben, dit was de Foundation. En eigenlijk wordt nu een beetje duidelijk dat de Foundation via de Spire probeert te communiceren met de buitenwereld. En dus waarschijnlijk niet vastzit in de loop zoals Jonesy. Hij is dus waarschijnlijk met iemand buiten aan het communiceren om Jonesy uit die loop te gaan krijgen. Ik vind het echt super vet en ik ben echt kei benieuwd hoe dit nu precies gaat aflopen. Wordt Jonesy gered, ja of nee? Ik zou het niet weten. Naast deze belangrijke update in de storyline gaan er ook weer geruchten over een paar nieuwe bogen die in de game worden toegevoegd. Waaronder een hele belangrijke, de Grappler Bow. Dit zou een bow zijn die we eigenlijk ook al in de trailer hebben gezien, maar nog niet is toegevoegd. En waarschijnlijk komt die er deze week in. Het wordt ook een soort grapple gun. Tegenstanders kunnen er ook damage van krijgen. En je kan dus makkelijker gebouwen beklimmen. Al met al super vet en ook weer een goede nieuwe toevoeging binnen de game. Kijkers van Team Plagiaat, heel erg bedankt voor het kijken naar deze korte Fortnite update video. We gaan het proberen weer goed op te pakken door jullie zeker één keer per week up-to-date te houden met alle ja, veranderingen binnen het Fortnite land. Hoe dan ook, voor nu zou ik zeggen, vond je dit leuk? Like, subscribe, klik op het belletje en dan checken we jullie later weer. Hoi hoi!